ben Mauw Heijmans. Ik ben tekenaar voor de Donald Duck, geruime tijd. En ik schrijf ook. Ja, dit is een heel bijzonder project, want het is een soort van interactief verhaal waarbij de bezoekers van de Donald Duck site invloed kunnen uitoefenen op het verhaal. Of het nou gaat om een verkeersbord of een bepaalde tekst, een bepaalde uitspraak of een winkel of een plaats heet. Daar hebben de lezers dus invloed op. Dus dat is volgens mij voor het eerst dat het gebeurt. Het is heel erg leuk om te doen. Het is ook een heel erg leuk verhaal. Het verhaal gaat eigenlijk over de Pechvogelclub. Een clubje mensen die net als Donald ontzettend veel pech heeft. Die gaan bij elkaar geregeld. Komen ze samen en vertellen over hun pechmomenten van die week. En dan besluit de voorzitter om de pechvogel van de maand, van het jaar of zo, te kiezen. En dat is dus degene die de meeste pech heeft. En dan wordt pech hebben opeens een wedstrijd. Ik heb Donald Duck opnieuw ontdekt toen ik een keer in een tweedehands winkel Donald Ducks kocht voor een dubbeltje per stuk. En toen dacht ik van, wauw, oh ja, dat is die wereld van vroeger. En toen dacht ik van, nou, dat zou toch geweldig zijn als ik dat ook zou kunnen. Dus toen ben ik gaan oefenen. Ik heb me echt een jaar lang opgesloten. En handjes, snavels, houdingen, actielijnen. Het schrijven vind ik ontzettend leuk. Het is puzzelen, het is schuiven, het is knippen, plakken. Het is net alsof ik met een game bezig ben. Voor aanstaande schrijvers, scenaristen, doe je best, want er zit er wel iets in voor je toekomst. Het leukste doen, Donald Duck.